Take your marks. Gezelschap jonge 1500 meter zwemmers, waarin een paar met grote ambities. Kijken we alleen al naar de banen 4, 5, 6 en 7. Jongens die veel kilometers maken, dat doen in RTC's bij bijvoorbeeld Kees Robertson in Amsterdam. Alle vier hebben ze al EEK in de benen op. Ze krijgen ze binnenkort in de groepen in Malta. Zoals de tweeling Sander en Vincent Kroijmans. Dorcos Scotadis heeft al eens gedaan. En Lars Bottelier ook. Allemaal vervente openwaterzwemmers. En dan hebben we Bas Takke, de man van de Paralympische Spelen. Deze winter zwom hij op een korte baan op voortreffelijke tijden. Helemaal in de wereldrecord sfeer, maar hij kan zich ook meten met deze jongens. David Kuipers, 5 kilometer kampioen in baan 8. Erik Nijholt, gisteren tweede de 400 meter. En Rowan Kane uit Drenthe. Baan 5 na 200 meter voor Dorcos Scotadis. V581. Maar dit zijn nog maar de openingsplaagstootjes. Maar Dorcos gaat meestal snel van start en dan maar kijken van waar hij komt. Lars Bottelier, man van een zeer lange adem. Beste prestatie dit jaar, 9e plaats bij de Open-Franse kampioenschappen open water in Gravelines, even ten zuiden van Duinkerke. We gaan naar de 300 meter. Het wil zeker niet groter worden, maar Scotadis nog aan de lijn 3.10.83. Tweede positie Lars Bottelier. 3 en 4, de broertjes Kroijmans. Het laatste jaar is heel gebruikelijk dat het kampioenschap 2 jaar achter elkaar aan dezelfde organisatie wordt gegeven. Dat gebeurde bij de OEK Korte Baan, 2 maal in Tilburg. Ook in Hoofddorp was het 2 jaar achter elkaar. En dit kampioenschap van Nederland op de lange baan, volgend jaar, dit weekend weer terug hier in de Amarena. Daar worden volgend jaar ook de NK Masters gehouden. Regeren is vooruitgediend, zeggen we dan. 400 meter. Met Scotadis, 4.15.72, maar in zijn spoor nog steeds Lars Bottelier. En daarachter onveranderd Sander en Vincent Kroijmans. De verschillen die zijn te overzien. Vijfde Erik Nijholt, zesde. Daar de Kuipers. 7 klop Bas Takke. 8e Rohan Kane.
verschil tussen Scotadis en Bottelier een lengte. We zijn bij 500 meter. Scotadis bij 21,34, ruim een seconde daarachter. Dus Lars Bottelier. Ik had het net over hem bij de Open Franse kampioenschappen, dat was 25 kilometer. Dus Lars weet wat kilometers maken. Verschil tussen Bottelier en Scotadis is minder dan een seconde. Scotadis nog aan de leiding, 6:26.79, verschil nu weer 1,2 seconden. Dit gezelschap brengt andere jonge zwemmer Thomas Janssen. Heel goed overweg met de langere afstanden. Dat gaat ook EEK op de water. Kampioen van 2007, Ferry Veerman, heeft een andere route dit jaar uitgestippeld. Veel wereldbekerwedstrijden op de 10 kilometer om daar dit jaar zijn slag te slaan. Olympisch kampioen, Europees kampioen, wereldkampioen, maar hij wil die wereldbeker ook wel eens een keer winnen. Weg naar de 800 meter. Mooi eikpunt van het veld aan de kop. Lijkt zich wel wat te sluiten. Nog steeds in Scotadis. Maar nu in tweede positie Vincent Roijmans in baan 7. Vlak daarachter dus Bottelier en Sander Kroijmans. Kijk of Scotadis zijn tempo kan volhouden. Zeker is dat Vincent Roijmans een serieuze aanval doet op de positie bij 900 meter. Zou je zien, lijkt hij kop nu over te nemen. Eerder bij het vierpunt zijn, zeer zeker. En dat zie je ook. 900 meter dus Vincent Roijmans aan de leiding. 9:44, 2700 daarachter Scotadis. De derde positie verandert nu Lars Bottelier. 2 seconden achter Kroijmans. Sander Kroijmans lijkt even de aansluiting te verliezen, maar er is nog niets aan de hand.
gaat 1500 meter en benaderen de kilometer. En meestal is het kilometer voor de 1500 meter een grote omslagpunt. Althans, dat hebben ze mij verteld hoor, dat ik een ervaringsdeskundige ben. Dan zijn we bij die kilometer. Dan is hij daar in 1948-99. En dat is in deze fase van de strijd in de buurt van zijn persoonlijke record. Dat is volgens mij 1950. Maar ja, dat is natuurlijk allemaal een beetje koffiedik kijken. Sal Kooijmans opgeven wat betreft de positie bij de eerste drie. Skodaar is nog in tweede positie en daar steeds maar achter Lars van Vlier. Ruim een lengte voor Vincent Kooijmans op 1100 meter. 1153-80. Nederlands op de voorsprong op Skotanis. 4,5 op Lars Bottelier. Vorige week maakte Vincent Kooijmans persoonlijk record van 16 minuten 21 seconden. En hij is nu in deze fase van de strijd daar 4 seconden onder. Al sinds ze bij de junioren zwemmen, komen de mannen van Kooijmans aan de slag. Op de 1500 meter bij alle kampioenschappen zitten ze altijd vooraan. En het zou toch wat zijn als je 17 bent en dan hier een Nederlandse titel kan behalen. 1200 meter. 1258-88ste. Skotadis. Houd nog knap vol. Bottelier, derde positie. André Kooijmans, vierde positie. Ja, Jeroen van Lier, die volgt hier de tussentijden. Dus ja, ik zal even kijken naar die tijden van Vincent Kooijmans, Jos, die we kunnen volgen. Vorig jaar om deze tijd stond hij 1634-78. Dus afgelopen maart naar 1629, vorige week naar 1621. Nu alweer een 5 seconden onder zijn persoonlijk record. Vincent Kooijmans maakt ontzettende progressie door op die 1500 meter de vrije slag. En hij gaat indiceren 1300 meter. En dan kijken we daarnaar. En dan zien we dat hij keert in 1404 nu alweer 7 seconden sneller is dan vorige week. Goed zo! Skotadis zit nu steeds heel goed op schema. Kijk in de tussentijd van Skotadis. Dan zien we die iemand 1300 meter, 1358. Hij zit iets boven zijn persoonlijk record dat hij gezwommen heeft in Eindhoven, Zwemcup Eindhoven. Dat is voor mij 1604. Ik zal niet helemaal aan uitkomen, lijkt het nu nog te gaan hebben een 150 meter. Maar goed, hij kan met deze tijd niet in prijzen vallen. Dat is heel belangrijk, Nederlands kampioenschap. Tijd die je vergeten gauw, maar de medailles en posities blijven altijd. En Skotadis won de bronzen medaille op de Nederlandse kampioenschappen van 2016. En vorig jaar, Jos vertelde het al, Ferry Weerman. Hij is de titelhouder van het Amsterdam-traject hier na de bel.
Knap hoor, Kroijmans bij VCT, Veenendaal, Kruid. Grootste deel van zijn carrière. In deeltijd. Ook af en toe bij RTC training. Stevig in handen van Skotadis. En de derde positie, even stevig. Laat Skotadis. Nu wel even kijken, Jos, want hier komt al heel dicht bij elkaar te liggen. Het is daar Skotadis die het tempo maakt in die laatste meters. En dat had Vincent Kroijmans gelukkig tijdig in de gaten. Want hij maakt inderdaad ook wel een oude lage tempo. Dan de bronzen medaille. Daar gaat de strijd om. Laten we daar kijken. Het is daar Lars Bottelier op in baan nummer 3 vastpakken. Is het daar Bottelier of Erik Nijholt daar? De verschillen zijn heel erg klein tussen die heren. Even niet in de gaten dat het zo leuk ging daar tussen Erik Nijholt, Sander Kroijmans. Niet iedereen kijkt alleen maar, ja dat kan je nooit zijn. We kijken naar de uitslag. Kijk eens, de kampioen van Nederland, 17 jaar, Vincent Kroijmans. Mooi persoonlijk record, Jorgos Kotadis tweede, Lars Bottelier nog net voor Erik Nijholt als derde. Nou, mooie opening van deze middag. Ja, een hele mooie opening. Heren, jullie mogen het water verlaten. En dan, ik ben toch wel onder de indruk van die tijdontwikkeling die Vincent Kroijmans in het afgelopen jaar doorgemaakt heeft. Hier ook laten zien, opnieuw weer 10 seconden van zijn persoonlijk record af.